Ja. Hey, Christian Schaap followt. Hoe zou dat de broer van Johan Schaap zijn? En Jeroen zegt, Boris heeft er in ieder geval zin in vanavond. Nou Jeroen, dat klopt helemaal. Ed Junior. Mag ik gewoon door de leader doorgaan? Ja, ja. Ja, ik wacht tweets af. Ik heb gezegd, je moet meer tweeten. Ed Boris. Ja, gaan mensen nu meer tweeten? Johan Schaap zegt, nope, geen familie. Dus we kunnen even nog aankondigen dat Christian Schaap is niet familie van Johan Schaap. Nou goed, kom rustig door. Blijf doorgaan met de berichten richting Boris. Dit is je moment. Ik kom er af en toe eventjes tussendoor als je het niet erg vindt. Welkom bij Topnames. Mijn vriend en collega Roland Stekelenburg is zijn laatste vakantiedagen aan het opmaken van Topnames dit jaar. Hij zit in Hongkong. Ik moet dus alleen doen. Maar gelukkig, Boris zou het eigenlijk zelf ook prima alleen kunnen. Merk ik al, de vragen komen vanzelf binnen. Jij zit hier alsof je dagelijks werk is. Als de vragen blijven doorgaan op Twitter, ja. Dan praat voor wie door. Niet weet wie Boris Veldhuizen van Zand is. Boris, je bent van The Next Web. We komen ongetwijfeld praten over veel meer van de dingen die je gedaan hebt. Maar in de afgelopen paar jaar heb jullie met andere mensen die bij betrokken zijn, vind ik ontzettend knap, een nieuwe titel gestart, een technologie site die ook in een paar jaar tijd tot de wereldtop in bezoekersaantallen behoort. Nou ken ik je een beetje en jij maakt altijd de indruk dat, op mij, dat heel veel van de dingen die jij doet toevallig gaan. Is dat in dit geval ook zo? Of had je een masterplan, wat is het, 4, 5 jaar geleden misschien? Nee, bij The Next Web kun je wel zeggen. Dus daarom is het ook een soort moeilijk om daar. Ik ben er wel heel trots op. Maar als mensen zeggen, wauw, wat heb je dat goed gedaan? Dan denk ik, ja, jeetje, ja. Ja, het was wel een soort van mooi ongeluk. Van toeval aan elkaar. En het is inderdaad zo, we hadden ooit een start-up. Die wilden we promoten. Dat wilden we doen op een conferentie. Maar dat konden we niet betalen, want dan moet je boothpapers huren en materiaal drukken en naar Amerika vliegen en allemaal dingen voor doen. En toen dachten we eigenlijk tijdens lunch, zullen we dan niet gewoon onze eigen conferentie organiseren? Hoe moeilijk kan het zijn? En toen hebben we in 3 maanden hebben we de eerste Next Web Conference georganiseerd, wat al heel kort is. En die start-up hebben we toen niet eens gelanceerd, want de conferentie was wel klaar, maar de start-up nog niet. En 2 jaar later, tijdens de conferentie, op die eerste conferentie was Michael Arrington van TechCrunch. En die zei, goh, zo'n conferentie is echt een goed idee, ga ik ook doen in Amerika. Dus die is toen TechCrunch 40 in eerste instantie heeft die georganiseerd. Daar waren wij weer en toen dachten we, hey, dat is een goed idee om eigenlijk die combinatie van blog met conferentie, laten wij ook een blog beginnen. En zo is de Next Web blog begonnen. In eerste instantie alleen maar omdat we dachten, nou, het is wel leuk om een blog te hebben bij de conferentie. En inmiddels is dat op Technorati staat hij in de top 10 van alle blogs in de wereld. Op nummer 10. Technologie op nummer 6. Dus dat is. En wat betekent dat? Hoeveel mensen heb je dan per dag die je site bezoeken om een indruk te geven? Per dag weet ik niet. Maar het grootste getal. Het grootste getal, ja. Ja. Het grootste getal is denk ik 8 miljoen en dat is pageviews. Maar volgens mij zijn het er 5 miljoen. Maar het is ook zo, dat zijn de laatste cijfers die we publiceren. Maar we zijn dit jaar al vervijfvoudigd. Dus het is iedere maand is het meer dan de maand ervoor. Ja, belangrijk deel van dit gesprek wil ik je eigenlijk over de Next Web. Daar wil ik het over hebben. Want wat heb jij in die periode geleerd van uitgeven? Want nu ben je ineens een uitgever geworden, per ongeluk. Ik herinner me je collega Patrick die dat ook zei. Dat iemand tegenkwam en die zei van ja, maar jij bent uitgever. Ja, dan heeft hij mijn verhaal gestolen. Oh ja, zo zijn jullie ook wel, hè? Ja, zo zijn we ook wel. Dus dat mag ook. Maar inderdaad, er was op een gegeven moment een moment dat iemand tegen mij of Patrick, ik zal het in het midden laten, zei. We hadden het over een probleem en die zei, ja, maar daar kampen alle grote publishers mee. En dat was een moment dat wij dachten, publishers. Dus dat betekent dat wij publisher zijn. En dat was een grappig moment, omdat daardoor ook opeens allerlei dingen op hun plek vielen. En dat we opeens dachten, oh, maar verdomd, als we dan publisher zijn, nou, dan moeten we eens kijken wat dat eigenlijk betekent voor de business. En wat zijn dan de logische volgende stappen die je zet als je publisher bent. En dus dat was een eye-opener, ja. En ik weet inderdaad nog dat we die conclusie trokken en elkaar aankeken en zo van jeetje, goh, ja, publisher, dus we zijn publisher. Ja. Maar je zei dat dan weten we ook welke logische volgende stappen we moeten zetten. Want wat doet een publisher? Welke volgende stappen zijn jullie gaan zetten? Ja, nou, dat
inderdaad, wat is de logische volgende stap? Dat wist ik ook niet. Dus een van de dingen, ik ben toen met Oscar Kneppers gaan praten, publisher van Bright en een vriend van me. En ik zei, goh, ja, weet je wel, ik heb nu die realisatie dat wij publisher zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hè? Wat is dan logisch? Hoe kijk je als publisher? En nou, die heeft me allerlei dingen verteld waarvan die ik heel logisch klonken. En op een gegeven moment in dat gesprek zei ik, ja, ik heb bijna behoefte om de biografie van Rupert Murdoch te gaan lezen of zo. Gewoon om te kijken hoe het moet. En toen zei hij, dat moet je in ieder geval niet doen. Want dat is old publishing. Jij bent new publishing. Dus kijk niet naar wat andere publishers doen. Probeer zelf opnieuw, nou niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar het volgende wiel uit te vinden. Dus kijk meer vanuit je eigen kracht. Dus het is niet zo dat het heel logisch is van, nou, dit is de checklist van een publisher. Maar wel simpele dingen. Dus ik weet nog wat Oscar zei. Als publisher verdien je nooit al je geld aan één ding. Het is altijd, je hebt een brand. En bij ons is dat dan de Next Web. Mm-hmm. En daar hangen dingen onder die per stuk geld opleveren. Dus de blog levert voor ons geld op. En de conferentie levert geld op. En een TV magazine voor de iPad levert geld op. En al die dingen bij elkaar levert geld op. En dat levert bij elkaar veel geld op. Maar per stuk is er uiteindelijk eigenlijk niet één ding waar je op focust, behalve de brand. Nou, dat soort dingen zijn de logische volgende stappen. Ja, maar in het begin hadden jullie een blogger, Ernst Jan Fout. Hè, die ging later toch naar de echte media, zeg maar. De andere NRC. Media. Ja, ja. Zoveel zag hij het, tenminste zo heb ik, volgens mij. Maar wat in jouw beleving, hè? Je zegt van dat is old school publishing, jullie zijn nieuw publishing. Wat doen jullie anders dan via een ander kanaal publiceren? Nou, dat zit. Ik kan wat simpele concrete voorbeelden noemen, maar als je meer diep kijkt naar de achtergrond, dan is een mooie vergelijking met TechCrunch. Dus TechCrunch verkocht op een gegeven moment de business aan AOL. En toen schreef Michael Arrington een soort post, waarom heb ik dat gedaan? En er twee dingen werden mij heel duidelijk. Ik dacht, één, hij is gewoon overspannen. En dat is een heel slecht moment om je bedrijf te verkopen. Als je gewoon denkt, oh mijn god, het wordt me te veel. Oké, ik verkoop het. En de tweede was dat hij zei, ja, ik word gewoon helemaal gek van de technologie. Ik wil gewoon bloggen. En de rest maakt mij niet uit. En toen dacht ik, oh, dat is echt een essentieel verschil met ons. Dus, en ik denk ook voor ons een soort, wat ons, hoe zeg je dat? Onze kracht eigenlijk. Dus wij komen uit die technologie en we vinden die technologie juist hartstikke leuk. Dus bij ons is het niet dat we denken, oh shit, die servers, weet je wel. Maar wij leven voor die servers. Ja. En dat als die gaat roken, vind jij het mooi? Ja, dat is hartstikke mooi, weet je wel. En dat vinden we ook, ja, dat is niet. Wij vinden dat gewoon leuk, weet je wel. Daar ligt onze affiniteit. En we vinden het leuk om projecten op te starten en met die technologie bezig te zijn. En ik heb het gevoel dat als wij over een start-up bloggen en we zijn negatief, dat die start-ups dat zelfs meer accepteren van ons. Omdat ze denken van, ja, dit zijn niet een stelletje bloggers die nergens verstand van hebben. Maar dat ze denken van, hey, oké, daar zitten geeks, die zetten zelf bedrijven op, die zitten in de technologie. Dus hun oordeel is meer waard dan een beetje een blogger. Je komt uit dezelfde cultuur. Ja, ja, en we hebben dezelfde uitgangspunten en dezelfde interesses. Dezelfde affiniteit met technologie. En ik denk dat dat is een heel belangrijk verschil met traditionele uitgeverijen eigenlijk. Dus die spreek ik dan, die zeggen van, oh ja, al die technieken en shit en die servers en die dan crashen. En weet je, dan merk ik dat ze het een soort noodzakelijk kwaad vinden, in plaats van dat ze liefde hebben voor die technologie. En hetzelfde met innovatie. Dus ik was een keer op een congres en was ik en 50 uitgevers of zo. En ik moest dan iets over innovatie vertellen en daar was een vragenrondje. En op een gegeven moment zei ik, merkte ik dat ze echt een hekel aan innovatie hadden. Dus het gewoon innovatie. En toen zei ik, stel je voor dat jullie allemaal, noemde een miljoen of zoiets. Ik zei, stel je voor dat ik jullie allemaal een miljoen per jaar zou rekenen. Maar dan zouden jullie allemaal alle prijzen voor innovatie winnen en gezien worden als een innovatief bedrijf. Zou je dat dan doen? En dan moesten ze allemaal lachen en zagen ze allemaal hand op. Zeiden, nou, meteen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel erg. Ja, ik snap het wel. Ik snap jullie wel. Maar het is heel erg. Hè? Dus dat je het ziet als noodzakelijk kwaad. En bij ons is het meer, ja, wij kunnen het niet laten. Weet je wel? Het barst uit de voegen. We bedenken de hele tijd nieuwe dingen. Hè? En dan vinden we het leuk om dat te bouwen. En dat zit in onze genen. En dat is wat ons onderscheidt, denk ik, van andere blogs. Maar ook van andere publishers. Wat blogs als TechCrunch
En die van jullie, ik weet niet precies hoe jullie georganiseerd zijn. Maar als ik over TechCrunch lees, TechCrunch is ook een soort van, lijkt het wel een soort open platform. Waar als de een opstapt, de ander erover kan gaan bloggen. Waarom die dat onzin vindt. Het lijkt ook wel alsof er geen structuur daar bestaat van afspraken. Het zijn eigenlijk individuele bloggers die hun verhalen kwijt kunnen. Jullie zijn ook heel internationaal georiënteerd. Je belangrijkste inhoudelijke man woont in Engeland. San Francisco. San Francisco, oké. Ja. Goed, tot voor kort dan. In Engeland. De meeste van je mensen zullen daar werken. Hoe werken jullie? Hebben jullie wel een traditionele redactiestructuur? Nou, ik weet niet of die traditioneel is, maar wij hebben wel structuur. En een tweet die goed rondgezonden is vorige maand, was iemand, een lezer, die zei: TechCrunch schrijft over zichzelf, Mashable schrijft voor de pageviews en The Next Web schrijft voor de lezers. Nou, toen onze editor-in-chief dat las, heeft hij dat naar iedereen rondgemaild en gezegd van, nou, dat is, weet je wat, mooier kun je niet hopen eigenlijk dat je als Next Web wordt gezien. Hè? Dat we echt schrijven voor de lezers. En de structuur, we hebben dus de editor-in-chief, die is ontzettend streng. Die is super op de content, op timing, op alles. We hebben een soort backchannel, een bepaalde software waar iedereen zich in meldt. En dat is heel leuk om te zien. We hebben zo'n beetje in alle tijdzones hebben we bloggers. Overal op de wereld, niet één in Nederland. En die wisselen elkaar af. Dus dan zie je iemand zeggen van, ja, sorry, het is nu 2 uur 's nachts. Ik ga echt slapen, maar dit is een developing story. Hier ben ik halverwege met de post. En dan zegt iemand, oh ja, goedemorgen uit New York. Ik ben net wakker, ik ben even koffie aan het zetten. Maar dan pik ik deze story op en deze. En zo wisselen ze elkaar af. En daar komen ook alle tips langs. En daar zie je dan, dus ik post ook wel eens een tip, zeg ik van, goh, volgens mij moeten we hierover schrijven. En dan zie je meteen, ontstaat de discussie van iedereen die online is. En soms mengt de editor-in-chief zich daar dan in, maar onderling weet ze het ook wel af te stemmen. En dan gaat het in tijdzones van 10 minuten ongeveer. Dus we hebben dan, iemand is dan al een uur aan het schrijven. Als dan 5 minuten daarvoor een grote andere blog het heeft gepubliceerd, nou, dan mag je nog publishen. Maar als meer dan 10 minuten geleden een ander blog heeft gepubliceerd, dan zeggen ze, oké, laat me zitten en dan doen we het niet. Dus zo strikt zitten ze op dat breaking news. Maar dat snap ik dan niet, want je zegt schrijven voor de lezer. Maar ik ben jullie lezer. Nou dwing je mij dat ik al die andere blogs ook moet blijven volgen, terwijl ik eigenlijk door jullie dus volledig geïnformeerd wil worden. Ja, dus kijk, we gaan er vanuit dat die de top 10% lezers, dat die gewoon alles ongeveer wel in de gaten houden. Dus dat als het echt breaking news is, dan pikken ze het al op een andere manier. Dus als wij dan 10 of 15 minuten later met precies hetzelfde komen, dan voelt dat gewoon heel dubbel en onprettig. Dus wat we dan doen is dan zeggen, oké, weet je wat, het is niet meer breaking news post. Ga nu achter de founder aan en regel een interview met andere de CEO. Invalshoek. Ja, andere invalshoek. Dus dan is het niet meer van, hey, breaking news en we hebben hetzelfde. Maar dan is het oké, weet je wel, je hebt het misschien al gelezen. Dit was breaking news. Maar hier heb je achtergrond of een analyse of een interview of net even meer dan alleen de breaking news. Ja. En is er zoiets als een fysieke redactieruimte in Amerika waar al die mensen bij elkaar zitten? Nee, het is allemaal online. En dat is ook heel bizar. Dus we hebben bij de hele Next Web, het hele bedrijf, werken nu iets meer dan 30 man. En ik denk 15 daarvan heb ik nog nooit gezien. En zou ik als ze hier zijn niet herkennen. Ja. Dus dat. En dat is, ik ken ze van naam en ik ken hun avatar, maar ja, die is 32 met 32 pixels, weet je. Dus dan weet je nog niet zo heel veel. Maar ja, het werkt zo solide en geolied samen dat je denkt, ja, het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Hè? Nee, dus een redactieruimte waar toch wel vaak aan gehecht wordt door mensen. Als je bij elkaar zit, dat je makkelijker met elkaar ideeën uitwisselt. Ja. In jullie ervaring is dat niet nodig? Nou, nog niet. Huh. Misschien dat we op een gegeven moment dat wel gaan doen en dan in San Francisco een paar mensen bij elkaar hebben. Maar wij hebben dat in die online tool die we gebruiken. Waar je, dus een enorm levendige discussie. Vanmiddag moesten we iets beslissen. Een investering voor iets. En toen zeiden we daar van, nou, wat vinden jullie ervan? En dan in een minuut zijn er 30 comments. Ze leven allemaal in die online omgeving. Ja, en toen 5 minuten later ging ik terug. En toen zei ik, laten we nog even doorkijken. Maar toen
was die hele discussie op pagina 3. Omdat er zoveel onderwerpen... Zoals Twitter niet te volgen is het bij jullie intern al bijna. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Je zei, oké, je moet verschillende inkomstenstromen hebben als een uitgever. Dat is er kenmerkend aan. Nou, je hebt event, advertenties. Je zei net, daar komen we straks even op. iPad Magazine is net begonnen. Daar zit jij lekker zelf weer aan te knutselen, zag ik al. Ja, klopt. Je grijpt je kans. Je zocht eigenlijk iets nieuws volgens mij om lekker zelf weer mee bezig te zijn. Ja, ik merk wel gewoon dat... Ik vervul die rol met veel plezier. Dus er is iets nieuws en er is nog niks en het moet er komen. En dan vind ik het heel prettig om me daarin vast te bijten en zonder regels gewoon dat op te zetten. En op een gegeven moment ging het helemaal niet en we gebruiken software uit Zweden. En toen zei ik op woensdag van ja, we komen er gewoon niet uit. Ik boek een ticket naar Zweden en ga naar dat kantoor en dan blijf ik daar net zo lang totdat het werkt. En dan vind ik het ook heerlijk om dat te kunnen doen en te zorgen dat het magazine er komt. En zo, de blog is ook zo begonnen. Ik was de eerste blogger en ik heb de eerste 2 jaar, denk ik, op een gegeven moment samen met Ernst Jan. Maar toen hij weg was, heb ik ook weer fulltime, heb ik gewoon alle blogposts geschreven. Ja. Dus dat, weet je wel, die eerste beginfase, als er nog niks vaststaat, dan iets opzetten en... De sfeer bepalen vind ik heel erg leuk. Ja. Nou komen we zo nog even op het iPad magazine. Ja. Geld verdienen. Ja, waar verdien je geld mee? Ja, advertenties op de blog. Dat is een groot gedeelte. En de conferenties, een ander gedeelte. Nou, de magazine is nu, dat komt nu op. En zo zijn we op zoek naar meerdere dingen. Maar dat zijn de belangrijkste. Nu. Ja. Ja. Eventjes over het evenement. Eind april... Ik zag... Fijn dat je het even pitcht. Ja, daarom laat ik dat wel eventjes doen. Ik bedoel, stel eens, waarom moeten mensen eigenlijk dat kunnen doen? Nou, als ze niet zo... ten eerste, in het buitenland pitchen jullie het. Kom naar Amsterdam, want dat is het mooiste evenement. Nou, in Nederland zou ik pitchen. Je hoeft er niet voor naar Amerika om de beste sprekers op dit gebied aan je voorbij te zien trekken. Ja. Het is best moeilijk om in Nederland kaartjes te verkopen. Want mensen zeggen al heel snel, wauw, €600. En dat is dan nog met korting. Ja, dat vind ik wel heel veel geld. En dan zeggen we, ja, het is 2 dagen, dus inclusief eten en drinken. Je hoeft niet naar het buitenland. We hebben buitenlanders die gewoon $8000 uitgeven om een weekje hier te zijn. Hè? En die moeten dan een hotel boeken. En doen ze business class en dan een goed hotel. En maken ze allemaal afspraken. Dus met iedereen uit eten. En, ja, dus weet je wel, zo. Dus we hebben zelfs Amerikanen die zeggen van ja, dat kaartje is gewoon eigenlijk te goedkoop. Weet je wel? Ik kan niet aan mijn baas verkopen dat ik $8000 dat de rest uitgeven op het kaartje, maar zo maar dat het kaartje maar zo weinig is. Ja, dat is bizar. Ja. Maar vertel eventjes dan ook even de highlights. De highlights, ja. Dus ik denk wat we al jaren... De vraag die we ieder jaar krijgen is van mensen... waar gaat het dit jaar over? Ja. En het mooie van de conferentie is dat het altijd over hetzelfde gaat. Namelijk iedere keer over iets nieuws. Namelijk wat gaat er de komende jaren gebeuren? Dus we vragen de experts op dat gebied. Hele goede sprekers om te komen vertellen over de toekomst. En niet over een bedrijf. Hè. Dus we hebben komt er iemand van Amazon. Ik noem maar wat. En dan zeggen we, ja, je mag niet over Amazon praten. Hè. Dus je mag wel praten over wat je hebt geleerd bij Amazon. En hoe dat gaat over de hele industrie invloed gaan hebben. Maar noem niet Amazon, überhaupt het woord Amazon, niet in je talk. Nou, en dat doet hij dan ook. Dus zo proberen we goede mensen van goede bedrijven te laten kijken naar de toekomst. Dus als je professioneel met internet te maken hebt, denk ik, dan kun je het eigenlijk niet veroorloven om er niet te zijn. Omdat het gewoon het beste moment in 2 dagen... een supergoeie blik op wat er gaat komen de komende jaren. 1800 stoeltjes moest je, las ik ergens in een e-mail thread van mij, opklappen. Dus dat is het aantal bezoekers wat je trekt. Is het voor jou nog mogelijk om... In eerste instantie was het evenement, zeg maar, het belangrijkste ding. Gaandeweg is, denk ik, de site het belangrijkste ding geworden. Is het voor jullie moeilijk om die aandacht op dat evenement te houden als het hele jaar door eigenlijk die dagelijkse stroom hebt? Nee, dat is heel makkelijk. En de formule daarvoor, dat was op een gegeven moment moeilijk. Dus er was een omslag, denk 2-3 jaar geleden, dat we opeens ons realiseerden dat wij de bottleneck waren van het bedrijf. En dus Patrick, die was 3 dagen per week facturen aan betalen. En ik was de hele dag aan het bloggen. En Arjen was de hele dag aan het programmeren. En dat kan ook niet anders. En dat moet. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je wat, dit is niet schaalbaar. Niet schaalbaar, nee. Niet schaalbaar. Het woord, ja. Ja, dus toen zijn we gaan kijken van, oké, kunnen we iemand vinden die facturen kan gaan betalen in plaats van Patrick? En kunnen we iemand vinden die kan bloggen in plaats van
mijn werk. En we hebben meer programmeurs aangenomen. En de blog is ook zo. Hè? Dus we hebben op een gegeven moment eerst Ernst Jan. Toen hij wegging is Zie gekomen, die nu in San Francisco werkt. En puur met het doel zorg dat het een zelfstandige tak is. En jij runt het. En hè, ik praat dagelijks met Zie en ook over de richting van de blog. Maar hij is de editor-in-chief. Hè, verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van de blog. En dat zorgt dat ik mijn handen vrij heb. Dat als ik zeg van, hey jongens, ik ga nu even dat magazine opzetten. Dan kan ik dat doen. En ik weet ook dat ik ondertussen moet zoeken naar iemand die dat magazine weer kan gaan produceren zodra het loopt. Zo jij het opgezet. Ja. En dat is met de conferentie ook. Hè. De conferentie, Patrick doet de conferentie, maar die heeft inmiddels een team om zich heen. Bescheiden team, maar hè, wel een team waardoor die dat kan managen. En vroeger hè, was ik een half jaar van tevoren deed ik niks anders meer dan de conferentie. Nu is het meer de laatste 3 weken staan volledig in de teken van de conferentie. Maar goed, de blog gaat ook door, dus daar bemoei ik me ook mee. En we managen dat wel. Goed, het lijkt me nog steeds als je 1800 kaartjes verkoopt, dan bedrag een belangrijke inkomstenstroom voor je voor het evenement. Hoe kijk jij tegen dat iPad Magazine aan? Is het voor jou nieuwsgierigheid om eens te kijken? Of geloof jij echt dat dat een substantiële bron kan worden? Ik heb zelf een beetje het gevoel dat we in het begin met dat Wired Magazine kregen we te horen van hoeveel er wel niet verkocht waren. Hè? Want iedereen die zo'n ding kocht op zijn minst wilde hebben. Daarna heb ik voor mijn gevoel nooit meer wat over vernomen. Loopt dat wel een beetje met iPad Magazines? Of zie jij voor jezelf bijvoorbeeld? Ja, voor mij is het echt helemaal precies dezelfde sensatie als het World Wide Web in 1997. Dus we zijn nu... jeetje, wat een hoop. Ik moet een beetje boertje laten van het bier. We hebben oude stadsbier. Nou, even een woord van de sponsor. Ja. Dit biertje wordt u aangeboden door Amsterdam Oude Stad. Lekker biertje. Ja, toch? Wat van boeren, zeg. Jezus. Ja. Het magazine. Wat over het magazine? Je had hetzelfde gevoel als websites in 1997. Dus er zijn nu 55 miljoen iPads verkocht. Nou, dat is een minimale markt. Dus dat weet je als je begint. Maar ja, dat was websites ook. Ik denk niet eens dat er 55 miljoen mensen online waren in 97 toen ik online ging. Ik vond dat zo prettig in het begin dat we geen tellers hadden. Ja. Kon je tenminste denken dat je veel... Maar ook dat is hetzelfde. Dus de tools zijn nog heel basic. Dus ik heb dat mensen zeggen dan, ik kan niet de tekst niet copy-paste in het magazine. Dan denk ik, ja, dat slaat inderdaad echt nergens op. Ja. Dus ik wil dolgraag dat je alle tekst kopieert in het magazine. Maar ja, de tool is ontwikkeld voor oude publishers. En oude publishers zijn als de dood dat mensen hun tekst kopiëren. Wij bloggers weten het al beter. Maar goed, dus die software is nog niet zo ver dat je dat mogelijk kan maken. Dus dat voelt, hè. Ik denk, oké, het is klein publiek. De tools zijn nog heel grof en in ontwikkeling. Nou, dat I've been here before. Ja. Dat klinkt heel hoopgevend. Dus ik heb tegen Bartus gezegd, ik ga dat doen. Ik verwacht niet dat het geld gaat opleveren op korte termijn. Maar ik denk zeker dat het iets is waar je bij wil zijn. En waar ik denk niemand zo goed geoutilleerd voor is als wij. Weet je wel? Wij vinden het echt niet leuk. Terwijl de meeste mensen denken, oh shit, iPad Magazine. Ja, dan moeten we nog weer een keer dezelfde inhoud verpakken. Ja, weet je wel, heel veel werk en techniek die we niet begrijpen. Terwijl wij vinden het hartstikke leuk. Dus ik ben daar met heel veel plezier aan begonnen. En een van de voordelen, het is zo de subscriptions die je verkoopt, dat is minimaal. Hè. Dus daar gaan we niet het eerste jaar op kiet draaien. Maar de advertentieverkoop gaat eigenlijk heel goed. En dat begrijp ik ook helemaal. Hè. Dus ik heb voor de blog ook wel eens advertenties geprobeerd te verkopen. Ik denk niet dat ik er ooit één ook echt heb verkocht. Terwijl die magazine, als je dan tegen een adverteerder zegt, oké, je krijgt een full page ad. Hij mag bewegen, er mogen zoveel links in als je wil. En jij bent de enige die die pagina bezit. Dus het is niet afleiding van iets anders. Ja, dat verkoopt echt wel makkelijker dan dat je zegt van ja, je hebt een banner. Er staan nog 36 andere links op die pagina. En eigenlijk komen mensen niet voor die banner, maar voor de content. Weet je, dat verkoopt gewoon moeilijker. Dus alleen al aan de advertenties zijn we al break-even voor de komende maanden. Oké. Okay. Dus, maar is het nummer dan, je betaalt nu toch wel wat voor het nummer of niet? Waar betaal je voor? Wat betaal je alleen voor subscriptions? Wordt het nummer gratis? Een issue van het magazine. Ja? Als je voor het eerst downloadt, mag je één magazine gratis downloaden. Ja. En de meeste mensen doen dan de laatste issue.
Op dit moment zit er alleen maar een subscription in voor een jaar. Maar ik ben nu, ik heb een kwartaal subscription en een maand subscription toegevoegd. En wat je merkt is dat de meeste publishers die voegen één abonnement toe. En ik dacht, ik ga eens kijken om gewoon zoveel mogelijk abonnementen als ik kan aanmaken in die iTunes Store aan te maken. Gek maken bij Apple. Helemaal gek maken, ja. En dat je ook denkt van, hé, verdomd, ik kan kiezen uit 20 abonnementen. Nou, ja. En dat is kijken van, nou, wat zijn nou de abonnementen waar mensen het meeste plezier aan hebben? En dan ja, gaan we die wat meer promoten of zo, denk ik. Maar als je zegt, ik geloof eigenlijk meer in advertentie dan in subscriptions. Waarom nee, ik geloof wel in allebei. Maar het is wel zo... Het is nieuw. En je ergens stelde je net de vraag... hoeveel magazines lees jij zelf? Ik heb alleen nog maar een abonnement op Wired. Maar ik heb ook nog nooit een ander tijdschrift... überhaupt een abonnement op gehad. Nee. Dus ja, dat is het abonnement wat ik heb. Dus die, van die 55 miljoen mensen die een iPad hebben... is er een klein gedeelte die begrijpt dat Newsstand bestaat. En een klein gedeelte daar weer van die ook daar geld voor over heeft. En daar is weer een gedeelte van die geïnteresseerd is in technologie... En 1% daarvan weet dat wij bestaan. Dus ja, uiteindelijk... ik denk als wij aan het eind van het jaar 1000 subscriptions hebben... Nou, dan ben ik al best tevreden. Ja, maar ik bedoel, als je zegt van die advertenties kunnen wij goed verkopen... dan zou ik denken, het is je belang om zoveel mogelijk exemplaren te verspreiden. Ja, dus is je belang eigenlijk om zo weinig mogelijk of er geen geld voor te vragen. Ja, dus dat is nu de afweging. Dus ik denk, ik ben aan het experimenteren. Dus ik ga nu eerst eens kijken met heel veel subscriptions... Kijken of er een subscription lastig wordt. Hè? Een abonnement is wat goed verkoopt. En als dat op een gegeven moment zover is dat je zegt... van nou, met dat abonnement kunnen we de productiekosten dekken. En met de advertenties verdienen we echt wat geld. Wat we weer kunnen investeren in betere content. Ja, dan heb je op een gegeven moment een soort zelfversterkend effect... waar je op kan doorbouwen. Ja. Maar misschien dat ik over een half jaar wil zeggen... Oké, de enige manier om die advertenties te blijven kopen is... die nummers omhoog, dus we gaan ze weggeven. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus iedereen die wil dat de Next Web Magazine gratis wordt... moet dat nu even tweeten naar Ed Boris. Dan neem ik dat mee in de beslisstructuur. Oké. Ja, doe dat. Ed Boris, we willen het magazine gratis. Ja. Hey, zie jij daar nog meer mogelijkheden? Bijvoorbeeld als we het over Wired hebben. Frustreert. Ik zou van Wired heel graag toegang tot het archief hebben. Daar zou ik geld over hebben. Ik weet dat jij alle oude nummers bewaart. Om dan te kijken naar tien jaar geleden. Wat waren de ideeën die toen gangbaar waren? En kijken of ze alsnog of ze nu inderdaad levensvatbaar zijn. Ja. Maar zo zou ik, juist bij zo'n blad als Wired... zou ik denk ik wel geld over hebben voor het archief in dit geval. Goede toegang tot wat ze geschreven hebben. Ja, dat zou een heel logische uitbreiding zijn. En ik zou dat ook graag willen bij ons. Maar dan kom je weer helemaal terug op die software. Dus al die software van Adobe. Wij gebruiken Mac Plus uit Zweden. Je hebt de Nederlandse partij, Bootwing. Maar die zijn overgenomen door Adobe. Al die oplossingen die exporteren uiteindelijk gewoon PNG-files. Gewoon platte images. En dat is je pagina. Dus je kunt ook niet zoeken in het magazine bijvoorbeeld. Weet je? Dus, dat zijn typisch dingen waarvan ik denk van dat is niet des internets, niet des digitaals. Dat klopt niet. Nee. Hier klopt helemaal niks van. Maar goed, het komt wel goed. Dat denk ik ook. En zodra het doorzoekbaar is, ja, dan heeft het zin om zo'n archief te openen. Want dan kun je ook zoeken. En als je dan zegt, zoek naar iets. En je zegt van, oh nee, maar wel in een oude issue. En voor een dubbeltje mag je die kopen. En dan heb je hem. Ja, dat is allemaal, lijkt mij heel logisch. Ja. Dat is wat ik ook wil. Ja. Ik zou heel graag die hele Wired, dat hele archief willen hebben. Ja. Wat zie je nog meer voor mogelijkheden voor de nieuwe uitgever, als je het hebt over uitingsvormen, geld verdienen? Ja, van alles. Hè. Dus een van de. Ja, dus één ding wat ik heel graag zou doen is een journaal. Hè. Dus een dagelijks internetjournaal van 10 minuten. Waar je items van de dag doorspreekt. Die je op je iPad kan kijken als podcast op je iPhone. 'S ochtends in de metro in New York. Even kijken, hey, wat is eigenlijk gebeurd sinds gisteren. Maar goed, dat is vrij duur om op te zetten. Want dan moet je toch in één keer een team en productie. Dus dat is moeilijker dan de magazine wat we met 1,5 man hebben opgezet in 2 maanden. Dus dat soort dingen. Hè. Dus kijken wat voor kanalen zijn er. Je hebt een blog, magazine. Is radio, is dat logisch? Of is dat een uitstervend medium waar we niks mee te maken willen hebben? Geen idee. Dus zo kijk ik er meer naar. Hè. T-shirts verkopen, goed idee. Of stickers. Of, ja? Ik heb geen idee. Nee. Maar zo kijken we wel naar de wereld. Dus oké, wat zijn er voor kanalen? En waar zouden we onze brand op kunnen plakken?
Zullen we zo denk ik nog even kijken of je nog wat reacties... Leuk. Wat reacties binnen hebt. Want omdat ik in mijn eentje zit hier, kan ik dat zelf allemaal een beetje slecht monitoren. Nee, maar het lijkt me beter als de mensen de vragen rechtstreeks aan jou stellen. Ja. Even kijken. In ieder geval was Frank Meeuws vroeg zich af hoe jouw dag eruit ziet. Goede vraag zeg. Ik lees even mee. Hè. Ja, dat gaat, en gaat veel over je uiterlijk ook. Of dat je haar, dat ze je haar... Dat haar goed zit? Ja, ze willen je haar. En je haarlijn is, haarlijn is even strak als de lijn hierachter. Leuk. Dat krijg je allemaal als je in beeld verschijnt. Dat is een hoop vragen. Wat leuk. Patrick Loonstra van Ed Bux met twee X'en. Die zegt, Boris, het TNW magazine hoeft niet gratis hoor. Goede content mag wat kosten. Nou, dat is sympathiek. En Isabel Mosk vind ik ook sympathiek. Maar die zegt, we willen het magazine gratis. Maar wel met een knipoogje. Mijn dag, ja. Dus mijn dag is heel simpel eigenlijk. Ik sta op, breng de kinderen naar school. Dan drink ik een kopje koffie en lees op mijn iPad mijn inbox. En bekijk de agenda. En meestal komt Patrick, ik check in met Foursquare. En die zoekt me dan zit. Op. En dan fietsen we samen naar kantoor. En ik heb een soort to-do list manager waar alle projecten in staan die we doen. En die kijk ik dan door. En dan kijk ik, wat staat daar open? En dan loop ik door kantoor, praat met iedereen eventjes. En dan zeg ik, hey, hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het hiermee? Maar soms ga ik ook gewoon achter mijn computer zitten en beantwoord mijn mail. Ik krijg heel veel mail. Ik heb heel veel RSS-feeds die ik lees. Soms denk ik wel dat mijn vak gewoon alleen maar is e-mail beantwoorden en RSS-feeds lezen. Maar ik las dat je daar een oplossing voor bedacht hebt. Je hebt alleen maar 1 miljoen nodig van investeerders, ja, toch? Voor e-mail, ja. Ik heb echt een goede oplossing voor e-mail, ja. Zal ik dat straks nog even pitchen? Ja, graag. Ja. Maar, en ik heb iedere dag wel 1 of 2 afspraken. En ik probeer zo min mogelijk afspraken te maken. Maar goed, ja, je hebt altijd wel een afspraak. Ja. En dan ga ik naar huis om 5 uur, zo meestal 5:30. En dan ga ik boodschappen doen en dan kook ik en dan... En dan s'avonds heb ik nog een afspraak soms. Oké, dat is mijn dag. Ziet er overzichtelijk uit. We praten zo direct nog eventjes door. Maar we besluiten het on-demand stuk af. Mm-hmm. Want dan kunnen we ook nog even naar andere vragen kijken. Dit programma is ook belangrijk voor dat mensen snappen dat ze er wel live bij moeten zijn. Dat het niet allemaal on-demand kan. Dus ja, we moeten ook een stukje hebben wat niet on-demand verschijnt. Oké. Okay. Maar ik heb nog 1 vraag aan jou. Jij bent... Een van de... Esther Gons vindt mijn stropdas heel mooi. Oké, dat is mooi. Ik zag nog iemand anders die dat ook zei. Iemand met stropdas bij vast. Dat is de enige luxe die je als man kan permitteren eigenlijk. Een stropdas. Is dat een manchet. Dat is ook... de knopen daar kun je ook voor de rest, ja. Ik kan zoveel van jou leren, Boris. Bijvoorbeeld, jij bent zo'n relaxte man. Je bent altijd vriendelijk. Maar ik zag je wel 1 keertje. Dacht ik van, nou, hij moet nu zo boos geweest zijn. En dat was volgens mij rondom dat iPad magazine. Ik zag bijna de rook van Twitter afkomen. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb je niet vaak volgens mij. Hoor. Nee, ik ben heel weinig boos. Maar inderdaad, soms kan ik ontzettend boos worden. Ja. Uit frustratie meestal. Als iets niet lukt of gaat. En het verhaal daar was TNW magazine. Uiteindelijk is het heel makkelijk, maar... Je hebt de Amerikaanse uitdrukking: if you pay peanuts, you get monkeys. Dus het TNW magazine was ik begonnen en toen had ik iets geplaatst en ik had een hele goede designer gevonden. Jonge jongen, en die zei: ik kan dat wel, ik doe het voor niks. En toen zei ik: nou, dat vind ik wel heel weinig. Ik betaal je €500 per maand, dan is het niet voor niks en dan kunnen we in ieder geval. Dus die is heel enthousiast begonnen. Denk 60% van het magazine had hij gemaakt. En toen kreeg hij druk, werd hij overspannen en zei: sorry, ik kan niet verder. En dat was een heel frustrerend moment, omdat als je van nul begint, dan volg je de manual en dan staat stap 1, stap 2, stap 3. Ja. Maar als iemand halverwege het installatieproces ermee ophoudt, dan werkt niks meer. Weet je wel? Dus ik kon niet verder en ik wist. En op een gegeven moment dacht ik dus: oké, ik moet. Ja, dit is heel frustrerend, maar ik moet gewoon alles weggooien wat ik heb gedaan, helemaal overnieuw beginnen. En toen ben ik ook naar Zweden gegaan om te zeggen van het lukt niet. Want bijvoorbeeld de app was aangemeld bij Apple, maar de miste onderdelen. Hij had de source code en was 1 groot drama. Dus, en inderdaad, op het hoogtepunt zei ik: oké, nu kom ik gewoon naar Zweden. En ik ga niet weg voordat het werkt. Maar het was een hele leuke trip. Want mijn dochter van 10 die had maandag vrij. Dus toen zijn we samen naar Zweden gegaan. En was uiteindelijk toch een uiteindelijk heel leuke trip. Kwam het goed. Ja. Oké, we praten zoals gezegd zo direct nog eventjes door. Volgens, als ik het goed heb, is het 5, 6 en 27 april? De Next Web?
Ja, denk het ook. Ja, denk het ook. In ieder geval, eind april, ga naar thenextweb.com en je ziet daar de data. Er zijn nog tickets verkrijgbaar. Ja, een paar hoor. Je moet snel zijn. Ja, heel snel. Als je deze week niet gaat, dan kan niet garanderen. Nee, niks garanderen. Maar als je deze week gaat, dan kan je misschien nog net een early bird. Ja, dat is het. Het wordt iedere week duurder. Dus, ja, dus je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet deze week een ticket koopt. Goed, bedankt voor deze editie van Topnames. Bedankt Peter Hazenberg die de techniek verzorgde. Hij is van Videobricks. En als je ook thuis op je kantoor, waar je ook bent, een studio wilt om te kunnen uitzenden, neem even contact met ons op. We danken Dusview Webcasting voor de stream. Esther Gons voor de vormgeving en Marco Raporst voor de muziek daarbij. Kijk in het archief en je kunt nog veel mooie afleveringen bekijken. Een van mijn toppers is van die meneer van Amazon, die bij Boris de naam Amazon niet mocht noemen, maar dat bij ons gelukkig wel deed, omdat hij vertelde over hoe Amazon werkt. Zeer interessante aflevering. Er zit nog veel meer in. Wij gaan hier zo direct verder met nog een goede aflevering. Maar als je on-demand kijkt, dan moet je verder op zoek. Zo direct.